naar de Achterhoek dan, Nicky. Ja, de burgemeester van Lochem die wil een Canal Pride organiseren. Tegen Radio Gelderland zegt hij dat het Twentekanaal lang genoeg is om de Canal Pride te organiseren. Ja, dit zijn natuurlijk de beelden zoals we die kennen uit Amsterdam. Er zijn inmiddels wel verschillende steden. Ook in Utrecht wordt er een Gay Pride georganiseerd. Maar, zegt deze burgemeester nu, de grachten die zijn mogelijk te smal. En voor bezoekers zou er mogelijk geen afstand kunnen worden gehouden. Dus hij is bang dat de Canal Pride in het water valt. En dus zegt hij, is het belangrijk dat het doorgaat. Het kan op het Twentekanaal. Hij wil dit gaan organiseren. Hij zegt van Eefde tot Enschede kunnen we gewoon met zo'n lange sliert aan boten gaan. Het idee voor de Pride werd overigens wel ingegeven door triest nieuws, zoals hij dat zelf noemde. NRC onthulde dit weekend dat scholengemeenschap Gomaris in Gorkum sommige leerlingen uit de kast trok, hen dwong om aan hun ouders op te biechten dat ze verliefd waren op iemand van hetzelfde geslacht. En hij zegt, het is dus juist in deze tijd belangrijk dat we aandacht vragen voor gelijkheid voor iedereen. Wij hoorden vandaag ook over een onderzoek dat nog steeds homoseksuelen en lesbiennes en transgenders, dat die nog steeds te maken krijgen ook met toch agressie en geweld. Niet iedereen durft hand in hand te lopen. Of sterker nog, een heel groot deel durft niet hand in hand te lopen. Dan die verhalen van Gorkum erbij, waarin dus ook homoseksualiteit wordt afgekeurd, dus op zo'n school. Dan denk ik, het is deze week 20 jaar geleden dat we voor het eerst mensen van hetzelfde geslacht met elkaar in het huwelijk konden treden. Wat zijn we dan in die 20 jaar eigenlijk opgeschoten? Nou, we zijn wel wat opgeschoten, maar we zijn heel vaak vergeten om datgene wat we hebben opgebouwd aan tolerantie door te geven aan nieuwe generaties. Als jij geboren wordt met een andere huidskleur, dan hebben je ouders ook een andere huidskleur. Als jij geboren wordt in een andere geloofsgemeenschap, hebben je ouders ook die andere geloofsgemeenschap. En die leren jou als kind hoe je je weerbaar moet maken. Een homoseksueel kind groeit bijna altijd op in een heteroseksuele omgeving. Dus die moet die weerbaarheid A vaak van buiten halen. En die ouders moeten aan dat kind leren, je moet gewoon jezelf kunnen zijn. Maar ja, en dat is misschien niet alleen een taak van ouders, maar daarom helpen misschien dit soort evenementen zoals de Gay Pride helpen. Maar dan helpt het ook om mensen te zien die een voorbeeldfunctie hebben en die dan hand in hand lopen. Durft u het zelf? Ja, zeker. Maar bij mij hoeft het natuurlijk ook nooit een probleem te zijn, omdat mensen van mij wel weten dat ik homoseksueel ben. Maar ik krijg nog steeds brieven en mails van jonge mensen die zeggen, mijn ouders accepteren me niet. En dan ben ik zo'n gek, dan bel ik zo'n ouder op en dan ga ik in discussie met die ouders. En dan hebben ze meestal wel zoveel respect voor je, dat dan een discussie met die kinderen eindelijk van de grond komt. En daar begint het altijd mee. Ga met elkaar praten en maak geen fouten. Het aantal kinderen wat ik hoor, wat zitten naar een tv-onderwerp te kijken. Uh-huh. Nu, misschien op dit moment wel. En dan zegt pa tegen ma, gelukkig komt dat bij ons in de familie niet voor. Dan is zo'n kind voor de komende 5 maanden monddood. Maar wat kunnen we dan? Wat wilt u tegen die kinderen zeggen of tegen die ouders? Tegen die ouders moet je zeggen, ga er nou niet van uit dat je kinderen hetzelfde zijn zoals jij bent. En tegen die kinderen moet je zeggen, geef je ouders de tijd, maar maak het wel bespreekbaar. Verzwijg het niet, praat erover. En datzelfde geldt voor scholen. En datzelfde geldt voor mensen die uit een andere cultuur komen. Wij waren in de jaren 50, 60 als Nederlanders ook helemaal niet zo tolerant. We zijn het in een korte tijd zijn we een stuk toleranter geworden. We moeten elkaar bij de hand nemen en we moeten elkaar helpen die stap te zetten. Ja. En u zei net, ik durf wel hand in hand te lopen als we het hebben over elkaar bij de hand nemen. Maar u zegt ook, in andere culturen zijn ze misschien daar niet zo aan gewend. Als u dan in een wijk loopt waar die andere culturen samenkomen, doet u dat daar dan ook? Ja, zonder enig probleem. En als daar problemen over komen, kan ik, met name in islamitische kring, kan ik altijd wijzen naar hun literatuur. In de periode dat in onze cultuur nog totaal ongebruikelijk was, waren er in de islamitische cultuur prachtige gedichten over homoseksuele liefdes. Dus zij zijn de laatste tijd een stuk preutser geworden. Wij zijn een stuk toleranter geworden. We moeten van elkaar wat leren. Ja, en zorgen dat iedereen gewoon zichzelf durft te zijn en dat zo ook laat zien.